I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Hallo, welkom bij een nieuw filmpje van That Generation X. Ik ben Brian en ik ga vandaag proberen een nieuwe show te beginnen op deze kanaal. Het gaat over WCW. De reden waarom ik WCW heb gekozen is... ik ben vorig jaar begonnen met WCW te volgen op de WWE Network. En ik had even pauze genomen in de zomer vanwege werken. En de laatste maanden ben ik weer aan het terugkijken. Ik ben nu in 1992. En ik dacht van, ja, ik maak er gewoon even een paar reviews van. Tot ik echt met de Nitro in 95 wil ik echt elke pay-per-view een soort van road to, zeg maar, filmpje maken. Dat ik een beetje de opbouw en dan de pay-per-view zelf een beetje review. De reden waarom ik WCW heb gekozen is omdat ik ben al jarenlang fan van pro wrestling. Dit is al mijn 10e jaar. En in die 10 jaar heb ik alleen WWE eigenlijk gekeken. WWF, WWE. Ik heb zowat, nou, een beetje elke pay-per-view wel meerdere malen gezien. En meerdere Raws en oude SmackDowns en zo. En het blijft wel leuk om te volgen, maar het is nou echt iets tijds voor iets nieuws. En toen dit kanaal begon, was ik al klaar met ECW pay-per-views. Dus ik was het al een beetje, het was al een beetje te laat voor mij om daar nog iets leuks van te maken. Misschien dat ik nog later in de toekomst nog eens ga doen. Maar nu ga ik echt focussen op WCW. En WCW vind ik interessant, omdat ik heb zo'n gevoel dat veel fans, veel WWE fans, een verkeerd beeld krijgen van WCW vanwege de WWE. Wat ze op de DVD's en Network en al die series op YouTube allemaal WCW gaan bashen. En ik zelf wist gewoon van, ja, het kan niet altijd zo slecht zijn geweest. En natuurlijk was het nooit zo slecht. En natuurlijk was WWE ook altijd, had ook slechte periodes in vroeger. Dus ja, dat is een beetje hypocriet, maar ik ga gewoon zelf terugkijken en mijn eigen avontuur beginnen met WCW. Ja, en vooral de laatste jaren met WCW ben ik veel meer bezig geweest qua... ik vind shoot interviews vind ik leuk om te kijken en ik heb de boeken van Eric Bischoff gelezen. En shoot interviews van Eric Bischoff, Kevin Nash, Vince Russo, al die gasten wat een beetje te maken hebben met WCW, Scott Steiner en zo. Dat vind ik allemaal leuk om te horen, om te lezen. En vooral Eric Bischoff is echt zo'n beetje mijn idool, zeg maar, geworden in de wrestling business. Ja, hij is gewoon een persoon waar ik echt naar opkijk. De laatste paar jaren vooral ben ik een groot fan van hem geworden. En ja, ben ik gewoon benieuwd van hoe dat allemaal gegaan is in het echt. Want ik heb het nog nooit gevolgd. Ik heb zoveel gehoord over NWO en Ric Flair, Eric Bischoff en al die mensen. Road Warriors, Four Horsemen. Ik heb zoveel over gehoord en gelezen, maar ik heb het nooit echt gevolgd. Nooit gezien. Dus daarom was ik ook zo benieuwd naar. En ben ik blij dat WWE zoiets als een WWE Network nou heeft. Waardoor ik het nou kan volgen. En dat heb ik gedaan. En ik ben begonnen met Starrcade 1983. Ik ken van een aantal mensen op onze happening groep. Onze vriendengroep. Die hebben nog wel eens moeite met jaren 80 wrestling. En vooral WWE. Want ze kijken dan WrestleMania's terug, Survivor Series, SummerSlams en zo. En die hebben nog wel eens moeite met de talent en de manier van wrestling, hoe het gaat in de jaren 80. Ik heb het nou niet meer zo met de WWE, maar toen ik WCW, toen was het nog NWA, had ik nog wel een beetje problemen mee met alle WF, midcarders, main event talents, dat ken ik ondertussen wel. Zoals ik zei, ik heb de meeste pay-per-views al vaak genoeg gezien. Maar ja, NWA was toch wel iets compleet anders. WWF is een beetje meer gimmicks, van die cartoony, goofy gimmicks. En NWA was echt gewoon, dat wrestling of the South.
En dat was toch wel iets anders om te zien, want ja, de meeste namen ken je gewoon nog niet. Sommige namen ken ik kon ik wel en was ik wel blij om te zien. Ja, Starcade, jaren 80, waren meestal wel goede pay-per-views. Ja, het was niet echt, waren geen slechte pay-per-views. Waren gewoon goede pay-per-views. Meestal bijvoorbeeld een Great American Bash van 1989 volgens mij. Was echt een van de beste pay-per-views die ik heb gezien tot nu toe. Dus ja, dat is echt gewoon een aanrader. Dus soms zitten wel nog een paar hidden gems daartussen. Ja, NWA toen die tijd was, ja, was vooral Ric Flair en de Four Horsemen. En Dusty Rhodes, die was toen booker. En Harley Race was toen al een beetje weggevaagd als champion. Die verloor toen op Starcade tegen Ric Flair in een cage match. Dat was ook een goede match. Ja, Dusty Rhodes was booker voor een tijdje. En Ted Turner ging ermee bemoeien. Die wilde tegen Vince competen. Toen dat tijd ook al. En ja, en Jim Crockett Promotions ook. Dus daar gingen ze samen proberen tegen de WWF te gaan, tegen Vince. Nou, wat ze deden was, Vince begon eigenlijk ermee. Ze hadden de Starcade van 87 of zo. Ook gewoon op pay-per-view. En Vince ging dan Survivor Series op dezelfde dag doen. Ging die mee competen. En hij ging de pay-per-view mensen ging die dreigen, zeg maar. Van als ze kiezen voor Starcade, dan mogen ze nooit meer een WWF pay-per-view hosten. Dus ja, de meesten kozen toch voor Survivor Series, waardoor dus Starcade een best wel lage buy rate kreeg en weinig geld daarvoor kreeg. En dat was zo'n beetje het begin. Want een paar maanden later ging Vince de Royal Rumble doen, op de eerste Royal Rumble, maar dat was nog gewoon op cable television. Dus Jim Cocker Promotions ging dan Bunkhouse Stampede doen op dezelfde dag. En daarna had je nog WrestleMania 4 en Clash of the Champions, de allereerste. Dat was met Ric Flair tegen Sting. Een van de beste matches die ik heb gezien in WCW. En ja, dat was zoveel beter dan WrestleMania 4, want dat vind ik echt een van de slechtste, voor mij de slechtste WrestleMania ooit. Dus ja, dat was echt compleet anders om te beseffen dat het op dezelfde dag was. Dan was gewoon een drie keer zoveel betere show dan een WrestleMania 4. Dat was echt wel leuk om te zien. Een beetje de competition al, zeg maar. Wat in de jaren 90 echt verder gaat gebeuren. Ja, in de jaren 80 had je ook veel goede tagteams. En de wrestlers gewoon zelf waren allemaal goede talents. Zoals ik eerder opnoemde, Ric Flair en de Four Horsemen. Dat was echt gewoon, ja, zoiets moet je eigenlijk gewoon zien. Als je WCW wil terugkijken, moet je toch wel de jaren 80 zien om gewoon puur alleen voor Ric Flair. Wil je dat zien, puur alleen Ric Flair. Dat moet je dan echt gedaan hebben. Maar je hebt ook gewoon tagteams zoals de Road Warriors. Die waren toen echt hot. Die waren al nog nieuw. Je hebt de Rock'n'Roll Express. Dat waren een goed tagteam. Midnight Express, ook een geweldig tagteam. Met Jim Cornette, was ook een manager toen. Soms leuke matches daarmee. Met de Road Warriors in een scaffold match. Allemaal geweldige matches. Arn en Ollie Anderson. Je had ook nog, ja, kleinere tag teams. Varsity Club, daar was ik geen fan van. Er was iets met Rick Steiner en Steve Williams. En dinges. Mike Rotunda, ja. Dat soort mensen. Ja, daar was ik echt geen fan van. Maar ja, de matches waren wel echt goed meestal. En dat was wel leuk om te zien. En naarmate je verder eind jaren 80 gaat, dan was Dusty Rhodes was nu een boeker. En Ric Flair nam het over. En ja, die had geweldige matches met Sting. Met Luger. Met Steamboat. Drie pay-per-views op rij. 5-star matches. Met Terry Funk ook een 5-star match. Geweldig, allemaal geweldige matches. Ook tegen Luger, ook iets van 3 of 4 keer. Tegen Sting ook iets van 3 keer of zo. Allemaal geweldig, allemaal. Ja, het was. En ja, het enige. Ja, Flair was dan wel. Daar heb ik ook over gelezen in Foley's boek. Flair was wel zo'n boeker die toch wel voor zichzelf boekte eigenlijk. Want hij was toen die tijd ook heel lang champion. En
Hij wilde het toch niet droppen aan de Younger Stars, de title. Sting, die was toen echt over. Die won pas in 1990. Dus dat ga ik nou nog niet over bespreken. Maar ja, die had al een paar matches al tegen Flair in 88, 89. En in principe had hij kunnen winnen, maar Flair wilde het niet doen. En hetzelfde met Luger. Luger was zo geweldig tegen Flair in die matches. En eigenlijk zo geweldig dat ik echt gewoon wilde dat hij die title won van Flair. Zo in was ik met zijn character eigenlijk. Zo hooked. En dat, dus ja, dat wilde ik eigenlijk gewoon. Ik wilde echt gewoon Luger zien winnen, maar het gebeurde nooit. Het was altijd weer interference van een Barry Windham of zo. Of een of ander Horseman. En ja, ik was er zo boos om. Ja, gewoon terugkijken 30, 20 jaar later nog steeds boos dan worden. Dat is echt wel iets. Dat is echt wel iets. Dus dat was allemaal leuk om te zien. Ja, in geheel, jaren 80, zou ik zeggen, ja, dit is iets om, voor mij, sowieso, ik ben niet iemand die gewoon een kleine periode kijkt. Ik ga toch gewoon voor het geheel. En dus jaren 80 zou ik sowieso kijken, ook al had ik er zin in of niet. Ja, uiteindelijk toch gedaan. Ben er wel blij om. Veel dingen gezien, veel dingen, veel nieuwe dingen nog gezien. Wargames match, dat soort dingen. Scaffold match, dat soort dingen. The Horseman heb ik nog nooit gezien. Road Warriors heb ik nog niet in een prime gezien. Dus dat is allemaal nog wel dingen die je nog kunt kijken rond die tijd. En ja, goede matches gezien die ik nooit heb wel vaak over gehoord. Bijvoorbeeld, ik had vaak gehoord over de Tully Blanchard en Magnum TA I Quit match op Stargate. Daar had ik veel over gehoord. Zeg maar, dat zou zo'n geweldige match zijn. En na al die jaren heb ik het eindelijk gezien. En ja, het was echt geweldig. Maar dat is, ja, en daarom ben ik nou een beetje WCW aan het kijken. Want zoals ik zei, ik heb er zoveel over gehoord. Zoveel over gelezen. En nooit echt gevolgd. Dus ik kijk gewoon van het begin tot het eind. Ja, en de jaren 80, ook al vond ik het leuk of niet, ik zou het gewoon kijken, doorheen zitten. En heb ik gedaan. Ja, ik vond het leuk. Leerzaam. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Dat het nou achter me is. Dat ik nou de jaren 90 in kan. En waarschijnlijk binnenkort kan beginnen met mijn series van pay-per-views reviewen van 95 tot 2001. Ja, voor nu is dit dan het einde van mijn filmpje. Dat was gewoon even kort bespreken over de jaren 80. En je zult binnenkort wel meerdere filmpjes zien van 1990, 91, 92 en ga zo verder. Dus dit was dan mijn filmpje. Dankjewel voor het luisteren en kijken. Tot ziens!